één dag in de week geef ik activiteiten aan de kinderen. En dan maken we allerlei dingen van hout, van papier, van wol. Zo zijn we al door lekker hier bezig. Omdat we vorig zomer zo ontzettend veel last hadden van de processierups hier op het terrein, dacht ik van nou, hoe gaan we nou die processierups te lijf eigenlijk? Hoe gaan we hem aanpakken? En het is natuurlijk veel beter om het met de natuur te gaan doen dan met al dat vergif wat er tegenwoordig overal maar voor gebruikt wordt. Als ik bij de jongeren kom, dan roepen zij bij voorbaat al, wat gaan we doen vandaag? En toen ik met het idee kwam, waren de kinderen natuurlijk enorm enthousiast om dat gelijk te gaan maken. En eigenlijk is het nog een leuke bijkomstigheid. Ze mochten met een boor en een schroefmachine en een elektrische zaag werken. Dat was helemaal spectaculair natuurlijk. En nu hebben we een heleboel vogelhuisjes gemaakt voor de kinderen. Om ze hier in de boom te hangen, zodat we de processierups kunnen bestrijden. Nou, we hebben afvalhout gebruikt natuurlijk om het huisje zelf te maken. En toen hebben we bij de kringloopwinkel heb ik oude zagen opgehaald en kapstokhaakjes en sluitingen en alles maar wat maar aan gekke dingen te voorradig waren die, waarvan je zou zeggen van ja, wat moet ik ermee, die zou ik normaal gesproken misschien bij het oude ijzer gooien. En ik moest heel erg lachen om één collega, die normaal gesproken heeft hij twee linkerhanden en die zei zelfs, dit is de leukste activiteit die ik ooit gemaakt had. En daarmee verwoordde hij eigenlijk wat de kinderen er gewoon van vonden. Dat vond ik echt, dat vond ik zo gigantisch leuk.